allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 11 september 2018, 8:33. Ja, ja. Ro is er ook, kijk maar. Ro, hoi. Dus, ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst vandaag bij deze gloednieuwe vlog. Goedemiddag. Goedemiddag. Was je druk? Ik was er ook. En er is nog iemand anders hier. Ook aandacht, wel. Het is een nieuw kapsel. Nou, ik heb een heel mooi nieuw kapsel. Een hoedje. Ja, en hij is trots op mij. Waarom ben jij trots op mij? Nou, je hebt grote opruiming gehouden in je machine. Machine? Welke machine? De elektronische computermachine. Ja. Alle stoffige bestanden opgeruimd, weggegooid. Ja. En meteen de vuilnisman laten langskomen. Ja. En hij was vol, hè? Helemaal rood, hè? Hij was bijna helemaal gevuld, ja. En nou is hij nog? 40% denk ik, zo even ruw geschat. Beschikbare ruimte, 555 gigabyte. Totale ruimte, 930 gigabyte. En hij was dus helemaal vol. Hij was in principe al 931 gigabyte, dus tricky. Zeker tricky, want hij wilde niks meer. Nee. Kan ik niks meer doen? Nou is hij weer zo snel als een veertje. Dat is mooi. Ja echt, hij is echt snel, kijk. Is lekker, lekker snel. Dus, maar jij mag ook nog een hoop doen voor mij. Is goed. Kijk, net zoals lopen, nou dat kennen we in principe gelijk op. Nou, dan is het daar naartoe. Foto's. Is het leuk? Ja. Okay. Dan gewoon album pakken. Ja, en dan lopen, ja. Nou, dan gaan we even kijken waar we in zitten. Nou, dat is daar ook. Dan gaan we naar het bureaublad. Dan naar fotografie. En dan gaan we naar inpakken. Dan gaan we gewoon naar lopen toe. En dan in één keer, hartstikke idee, ctrl A. En dan gaan we alles erop zetten. En dan gewoon een mooi album maken. Onder andere gewoon, weet ik veel, tijdens het lopen, mooie foto's maken, tijdens het lopen. Moet dit wel willen. Mooie foto's. Alle eentjes zwemmen in het water. Nou, niet allemaal. Geen die op het land ligt te slapen niet. Nee, maar... Zo het liedje. En van het nestje wel. Oh, het nestje, ja. Je wilde hem vandaag wel heel erg bijzonderlijk oppoken. Spoort niet hoor. Maar kijk uit, hè. Op en op zijn oren. Ja, zodra die oren naar achter gaan, is het gewoon gelijk hem met rust laten. Want anders heb je een haal te pakken. Of een bijt. Net zoals Richard hier al precies in. Ja, dat is leuk. Dat is grappig. Ik vind deze ook een hele mooie foto hoor, van haar. Deze. Zie je het? De oortjes. Ja, gewoon alleen de oortjes, ja. Ja, Speedy, nou is klaar. Dank je. Staat in mijn neus duwen. Zo, dan ruik je toch wel wat. Is leuk, hè? Kriebel. Lekker. Frisse neus. Heerlijk. Ja, lekker. Kijk, en nou staat dit dus online. En dan ga ik gewoon er even uit. En dan doe ik gewoon op die map selecteren. En dan doe ik op delete. Ga ik gelijk naar de prullenbak. Maak ik hem gelijk leeg. Dat gaat nog niet zo snel hoor. Kijk,
En dan gaan we daar weer naartoe. En dan gaan we naar foto's. Nieuwe album. Nieuwe album maken. Naartoe. Bureaublad. Fotografie. Daar gaan we naar inpakken. En daar naartoe. Oh. Het zijn er toch maar Ctrl A. Openen. Open naam geven. Nou, hetzelfde als wat dit is. Ik kan gewoon kopiëren. Kopiëren. Plakken. Plakken. En wachten. Ja, nou, dan, dit zijn alweer 49 items. Dat is 54,6 MB. Okay. Zo ben ik alles dus al vanaf vanochtend dat Marion er al eigenlijk was, ben ik eigenlijk zo lekker bezig. En ik heb even een uurtje rust gehad, want ik zag het even niet meer. Okay. Dus ja, als je dus ruimte wil, doe het zo. Doe het lekker op deze manier. Gewoon alles dan weer lekker op Facebook. Vanuit je PC maak een likepagina aan over jouw leven of wat dan ook. Pleur het, fotografie, filmpjes, weet ik veel. Pleur het op die Facebookgroep en klaar. En dan gewoon per album gewoon verwijderen. Dat is leuk. Mocht ik eens een keer echt geen foto's hebben en ze zijn een skeetje vermist, dan heb je ze hier. Precies. Altijd handig. Waar hebben we? Oh ja, dan ja. Nou kan ik hem plaatsen. En als je zoiets hebt van, hey, hoe weet je dat? Nou, kijk. Hier heb ik dus 49 items. 49 items geselecteerd. Dat is 54,6 MB. Nou, dan ga ik hem dus weer terug doen. En dan ga ik deze, dan ga ik hem gewoon delete. En dan ga ik deze weer minimaliseren. Dan ga ik naar mijn prullenbak leegmaken. Ja, leegmaken. Dan ga ik even naar deze PC. Nog steeds 555. Maakt helemaal niet uit. Kijk, Veteranendag is ook leuk. Dit is niet van afgelopen jaar, maar van toen die jaar. Dat is leuk. Dus dat gaan we nog even lekker doen. Yep. Hey mannetje. Hey. Ja. Ik ben nog behoorlijk moe. Gewoon echt moe. Maar dat is ook gewoon puur omdat ik dus toch al wel heel klein itsy pitsy zenuwachtig ben vanmorgen. En voor het ziekenhuis. Nou, waar ga ik mijn camera vandaag last van? Geen zin in. Dat moet mijn lenzen verschil maken, ja. Nee, maar omdat ik gewoon ietsje pietje zenuwachtig ben vanmorgen. Ziekenhuis, anesthesie. Dus ik ben ook een beetje mijn slaap aan het inhalen. Ja, toen waren we nog even bezig. Ja, Roop in ieder geval. Met een mail te sturen. Ja, zien we deze gekke wous ook nog eens een keertje. Weer even in de vlog. Hè? Zien we jou ook nog eens een keertje in de vlog weer, hè? Toch wel. Nee, en toch niet. Nou goed. Jammer dan. Heb je zin in morgen? Morgen? Nee, ik heb meer zin in vandaag. Dat is leuker. Want? Dat is nu. Dan moet ik zo lang wachten tot morgen. Ja, maar en naar de Tweede Kamer toe? Ja, dat is natuurlijk in de planning. Dat is ook wel leuk. Ja. Daar heb ik ook wel zin in, ja. Ja. En we hadden van de week ook nog slecht nieuws. En dat waren we vergeten te vertellen. Want Max die was eerst eventjes meegegaan en naar de mensen die dus al online zijn op 19 september, die al online is. Afscheid Max, ja. Daar was hij mee. Ja, klopt. Hoe lang is hij daar gebleven? Vertel daar eens wat meer over. Hij is woensdag dus meegegaan. Ja. Woensdagochtend, eind van de ochtend. Ja, einde van de ochtend, ja. Zoiets. En ja, er waren wat problemen met zijn gedrag, dus dat was niet helemaal fijn. En hij deed gemeen, zei ze. Ja.
dat denk ik, nou, dat is raar, maar... Ja. Dus, toen kwam er een berichtje van, nou, Max moet maar weer weg, want zo gaat het niet. Ik denk, nou, zij zijn niet gelukkig, Max is niet gelukkig, hun eigen hond was niet gelukkig. Ja. Ik denk van, ja, dan wil ik Max wel terug hebben, maar ja, dat is niet eerlijk tegenover Max. Die komt weer bij mij en dan moet hij weer weg. Ik denk, nou, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Maar er zijn dus mensen in Rotterdam bereid gevonden ergens om hem op te vangen. Mm-hmm. En zo nodig een permanent huis te bieden. Mm-hmm. En ja, die zijn dan 8 maanden gekomen. Mm, ja, want het is nou dinsdag dus. Ja, dinsdag, gisteren dus, ja. Ja. Die hebben opgehaald. Gisteren de tiende. De tiende, ja. Tiende van de maand, dus september 2018. En opgehaald, meegenomen. En het gaat goed. En het gaat prima. En vanochtend werd ze gewekt door 2 spelende maatjes. Op bed, boven. Op bed, dan zijn ze lekker gaan liggen daar. Ik dacht, nou, dan is het ook wel goed dat ze vertrouwd. Want Max lag graag bij mij op bed. Voeteind. Lekker. Dus. Maar dat doet je wel goed. Dat wel. Hij heeft zijn plek gevonden. En dan hopen we ook dat het daar goed gaat. Ja. Het is natuurlijk een hele lieve hond. En ik mis hem heel erg. Mm-hmm. En dan mag je ook even laten zien. Maar als hij zijn plek heeft, dan kan ik daar vrede mee hebben. En wat wil je nog zeggen tegen hun? Ja, in Rotterdam. Wat moet ik nog zeggen? Ik ben blij dat jullie Max leuk vinden. Max het bij jullie leuk heeft. Mooi. Ja, je mag het laten zien hoor, die truitjes, ja, van je. Maar. Nee. Hoi. Hoi. Die tranen mag je heus wel laten zien hoor, schat. Kijk eens. Huh? Kijk eens naar het vogeltje. Welke vogeltjes heb je toch? Tweet. Dat is een konijntje. Geen idee. Nek hem uit. Gaat ie? Nee. Ga maar even liggen. Ik heb andere dingen te doen. Als je wil liggen, dan gaan we eventjes een half uurtje liggen. Ja. Ja. Nou ga ik richting de kelder. Ook leuk, handig. Ik moet even de kelder in. Ook dat is leuk. Toen werd het hier donker. Ook handig. En toen was het hier belicht. Hé, hey, dat is ook alweer leuk. Ik moet mijn boodschappenkooi hebben, als ik die kan vinden. Ook een handige. Mijn boodschappentrolley, waar hebben we die gelaten, by the way? Ik kan er weer nergens vinden. Mijn boodschappentrolley, waar hebben we die gelaten? Waar hebben we die gelaten, hè, mijn boodschappentrolley? Nee, ja, weet ik niet, ergens onderop. Nee, dat is fijn. Ik kan hem nergens vinden en dat vind ik dus nou niet zo leuk. Ik heb hem altijd beneden in principe. Altijd. Of hij is boven, want we hebben hem ook van de week meegehad. Nou, ik heb even boodschappen gedaan. Ja, kijk, helemaal brood. Heel veel. En dat is allemaal al brood wat ik al in de vries had. Dus dat doe ik even allemaal naar beneden. En dan doe ik dit als eerst weer. Net als een boter had ik nog maar 2 over in de vriezer. Kijk, 2 over. Dat gaat ook zometeen allemaal weer in de vriezer. Ik ga deze brood even gewoon neerleggen. Zo, voor mij weer een stukje makkelijker.
Zo. Zo. En dan is er weer één tas weer leeg. Ook wel weer makkelijk. Ja. En dan ga ik het heel rustig naar beneden halen. Lucht eruit halen. Dat doe ik altijd heel symmetrisch. Yep. Zo. Oh. Ik moet wel een beetje blijven staven zelf. Dus ook wel handig blijven staan. En dan zet ik er nog eens in. Zo. Heb ik nog twee broden. Kijk. En alles is heel voorzichtig richting beneden. Als het niet past, helaas pindakaas, maar dan ga ik eventjes wat anders pakken. Moet ik even een goede pakken. Mijn tas. Een hele goede. En die is lood, zwaar mensen, die is lood. Ja, die is lood, 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 lood. Want vandaag nog eten wij. Lekkers. Voor rood deze. Ja, ik kon geen twee zinnen, helaas. Zo. En ik heb weer boter ingeslagen. Ja. Erg handig om boter op te slaan. Zo. Top. Wacht wel even, mensen. Geduld. Het gaat nou niet wat ik wil vandaag. Niet wat ik wil. Het licht uit, nou. Even kijken of er iemand is. Zo. Top. En nou gaat het wel wat ik wil. Want ik weet hoe ik het wil hebben in mijn vriezer. Zo. En dan gaan we weer boter erbij doen. Zoals gewoonlijk. Weer lekker de boter erbij doen. Zo. En het zo doen. Hartstikke idee. En heb ik deze hoek. Zo heel onscherp, jongens. Zo. Dat is heel onscherp, hè? Ja. Ik weet het. Maar volgens mij heb ik nodig op dit moment. Zo. Ja. Toen had ik even geen. Ja, ik moet nog een beetje wennen met deze statief. Maar komt helemaal goed. Deze gehaald voor Ro en mij. Ook wel makkelijk. Kijk of deze allemaal leeg zijn. Dat heb ik ook allemaal meegenomen.
Wel handig om dat allemaal te weten of het allemaal leeg is vanzelf. Laat ik hier nog het een en ander. In mijn toffoli. Ja. Onder andere kattengit. Moest ik ook nog hebben. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En Ro heeft de gele. Ro en Ro heeft de gele. Ro heeft deze en ik heb de blauwe. Kijk. Ook makkelijk en ook slim. Ja hoor. Ik ben altijd makkelijk en slim. Schuif weer en dat weet Ro ook altijd. Zo. 10 liter. Ja. In plaats 7,5 liter heb ik nou 10 liter. Voor zowat en dezelfde prijs. Dus dat doe ik ergens iets toch goed, toch? Ja, volgens mij wel. Mooi. Dan gaat dit hier wat er echt een klein in. Zometeen. De aardappelen, de uien, die gaan gewoon mee met mij. Ja, hartstikke fijn. Ja. Deze haal ik ook altijd in bij de hoogvliet. Gewoon lekker bij de hoogvliet hier. Neem ik ook eentje mee naar boven. En twee kunnen hier, drie kunnen hier al blijven. Even hier gewoon neerzetten. Koffie hier al neerzetten. Ja. Ik heb nou een 4-pak koffie boven. Ja. En suiker had ik ook inderdaad nodig. Dus heel goed gedaan. Ja. En dan vind ik het even mooi geweest. Ja. Even mijn fietsenstuk aan de rand. Eventjes een stukje naar achteren. Nee, blijf. Even kijken wat voor drinken wij, welke ik mee ga nemen naar boven. Want ik heb al een beetje veel. Of een beetje genoeg veel. Ja. Ik had dus nog 2 pakken, dus dat is wel lekker. Ik had hier dus nog 1 bak en braad, dus daar ben ik heel blij mee dat ik nog me heb gehaald. Uit mijn hoofd, hè? Uit mijn hoofd. Bak en braad. Ik heb helemaal zelf uit mijn hoofd gehaald, dus dat, ja. Dus dan weet ik wel aardig wat ik heb. Nou, ik had dus niet eens in de gaten dat mijn camera klaar was. Maar ik heb dus nou suiker, ik heb bak en braad. En daar had ik al maar 1 van. En ik heb dus ook weer haverslag gehaald. Deze dus, onderhand. 300 gram. Daar had ik nog 1 van, ik heb er nou 3. En ook wat dus bolletjes. Dat vind ik er ook altijd lekker. In de kuppensoep. Ja, jongen. Ja, jongen. En ik dacht dat ik dus nog 1 koffie had, maar ik had er nog 2, dus ik heb er 3 bij gehaald. Ook voor ons, voor uitzicht voor onze bruiloft. Dat we even iets minder te halen hoeven. En ik wil wat drinken mee hebben naar boven. Dus dan wat deze ga ik meenemen. Sowieso ga ik deze meenemen. En eventjes een appelsap voor mijzelf. Vind ik ook wel lekker, een appelsap. En dan neem ik gewoon even zo'n grote tas mee. Zoals deze neem ik dus gewoon mee. Ga ik even vullen. Zoals onder andere met uien en aardappelen. Die heb ik ook gehaald. 1,5 kilo aardappelen. En 5 kilo. Ik bedoel, ja hoor. 1,5 kilo uien en 5 kilo aardappelen. Zo. Ja, ja. En zo. Komt er even in. Gisteren heb ik dus niet gevolgd, wat jullie dus al hebben kunnen merken, qua datum. Ik was gewoon te moe om iets te kunnen doen. Nou, waarom wil jij nou niet wat ik wil?
Ja, zo ongeveer, hè? Ja. Moet toch wat, toch? Ja. Er moet toch wat. Zo. Dan heeft Rodus hier nu ook dus een nieuwe tandenborstel. Heb ik weer een nieuwe tandenborstel. Ook wel even lekker. Frisse start maken. Hier staan. Zo. Wat ik al zei. Hij heeft deze keer blauw. Altijd blauw. Altijd. Ik wel. Tandpasta, tandpasta. Spekjes. We eten de lekker dit vanavond. Neem jullie wel lekker mee met koken. En voor namelijk deze. Normaal haal ik altijd waar twee in zit. Twee rookworsten, maar die was dus vandaag niet te krijgen. Hoog niet. Nee. Dus dan houd het op. Wow, ik heb al heel veel berichten in één keer. Eens even kijken. Eens even kijken. Ja. Even heel goed nieuws. Ja, dat komt ook wel weer goed. Zo, ik ga mijn mannetje even. Mannetje ook. Mannetje ga ik ook even meenemen. Ik ga de vlogcamera even uitdoen, mensen. En dan zien jullie mij weer boven weer. Ja, nou, toen was ik dus alweer boven. Ik pak nou mijn aardappelen en uienbak. Ja. Mijn aardappelen en mijn uienbak, mensen. Ook die heb ik. Ja. Ik wel. Dat is verdomd ideaal. Ik zal eens even kijken of jullie mee kunnen kijken. Ja, jullie kunnen aardig meekijken. Kijk. Haal ik even alle aardappelen er even uit. Dan kan ik de nieuwe aardappelen er eerst even in doen en dan de oude. Ja. Dat is toch wel weer zo handig, toch? Ja. Ja, ik vind het even heel moeilijk. Zo, kan ik jullie tenminste aankijken? Dat vind ik toch wel zo fijn. Ja, die eventjes op niet luidspieken doen. Ook wel even fijn. Ja, nou, morgen is een heel spannende dag. Ja, ik heb er wel zin in, maar de spanning ging door mijn lijf. Wat ook wel weer logisch is. Ik zal deze even legen. En de prullenbak buiten. Zo. Zo. Nou, wat ik al zei, we eten dit lekker vanavond. Heerlijk. Zin in. Ik weet niet of Rode zin heeft. En heeft maar heeft een lekker pleeg. Ja, en dan zal hij zeggen. En dat dacht ik al. Ja, inderdaad. Ga jij maar denken. Zo. Hartstikke mooi. Eerst deze zak erin. Nou ja, de inhoud dan.
Zo, die is ook alweer leeg. Makkelijk. En ideaal, mensen. Nou, zal ik weer een beetje vullen met aardappelen erbij weer. Zo. Is die zometeen weer lekker vol. Sowieso, lekker. Verse aardappelen. Nou ja, vers. Het is tenminste weer aardappelen erbij. Ik heb altijd genoeg aardappelen. En vooral voor in de winter heb ik gewoon genoeg. Dat vind ik gewoon fijn. Dat ik gewoon genoeg aardappelen heb. En genoeg uien. Want in de zomer eet ik helemaal geen aardappelen. Dus ja. Ik bedoel, ja, helemaal geen aardappelen. Dus ja. Want is dit wel weer lekker? Zo. En dan is mijn bak weer gevuld. Mensen. Kijk eens aan. Dan zeg ik, die is tot de nok toegevuld. Ideaal. Nou, die gaat lekker weg. En die gooi ik ook weer even weg. Ja. Zo. Dan ga ik weer even een pand pakken. Ja. En dan loopt die wel geen aardappelen. Ik bedoel, wel en wel aardappelen, maar geen uien. Duh. Dus daar hou ik rekening mee. En ik heb ook nog lekker uiensoep. Ja, jongens. Val. Een end heen. Zo. En heb ik lekker spekjes ervoor bij. Ook dat. En ik maak altijd voor meerdere dagen. Ook dat is weer een eigenschap van mij. Want anders blijf je koken. En daar heb ik niet altijd heel veel zin in. En als je er geen tijd voor hebt, dan is het makkelijk om voor meerdere dagen te gaan koken. Ik doe gewoon een lekkere pan vol. Echt een lekkere goede pan vol. Andersom. Hartstikke mooi. Ik ga daarin. Ja. Heb ik nou nog een paar dingen over wat nog zometeen in de koelkast mag. Deze heb ik lekker meegenomen vanuit de schuur. Ik heb lekkere deze lekker meegenomen. Moet ook zo meteen nog in de koelkast. Dit gaat er zo lekker nog doorheen. Lekker. Dan gaat het deze er ook nog doorheen. Lekker twee pakken. Deze is voor hoog. En dan heb ik deze wat ik al net al een paar keer heb laten zien. Heb deze extra. En ik heb deze twee. Ja, nou de aardappelen zijn geschild. Kijk, hier. Ja, ik ga proberen jullie nou even mee te nemen. Rody blijft even hier ook. Zielig alleen. Ik moet ook zo meteen even lampjes aandoen. Want ik ga eventjes de donker in. Ja, heel donker. Heel donker, 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 donker. Ja, ik kom overal. Omdat het gaat in mijn eigen woning ook lekker makkelijk. Ik ga jullie heel even weer neerzetten, zodat jullie kunnen kijken wat ik aan het doen ben. Hola. Ja, blijf staan. Zo. Even aardappelen verwassen. Even water in doen. Even zo.
Even wat zachter. En dan gebruik ik mijn eigen hand even als een soort van kommetje. Kan ook zo lekker makkelijk. Zo, doe ik gelijk de boerenkool erbij. En het lekker meekoken. Dat vind ik altijd wel zo fijn. Zo. En dit gaat toch nu nog even niet passen. Eens even kijken, kokkeloeres, leuk. Er gewoon even bij in. En zo. Gewoon even bij in het water. Nou, ik heb mijn deksel gevonden hoor. Kijk, hij zit erop. Lekker zo doen. De eiersoep. Ook weer even lekker aan het warm worden. Dat is lekker. Heb ik tenminste wel even lekker zin in. Rodi vindt het me niks. Eiersoep. En ik lekker wel. En omdat het zo pittig is, doe ik nog even wat anders erdoorheen. Ja. Ik doe het nog tenminste wat doorheen, vind ik leuk. Dat is ketchup. Amanis, als ik hem open krijg. Ja. Er zit weer een beetje kleur in. Ook niet al te veel. Komt er een kleurtje weer erdoorheen. Ja, die is op het vuur. Dat ga ik even weggooien. Zo. Zo. Oh, lekker in een grote prullenbakje buiten. En ja, het waait. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Zo, en dan ga ik eventjes in de woning zelf even wat licht aandoen. Ja, het is aardig donker. Kijk maar, daar is het niet donker, maar hier wel. Dus, knopje om. Lekker. Weer even iets meer licht. Pak er even, heeft al licht op dit moment. Dus even kijken. Is dat deze niet? Oh nee, dat is van daar. Ja. Nee, ik moet deze hebben. Ook goed. Kijk. Licht in de duisternis. Ja. Dat is lekker. Even licht in de duisternis. Zo. Ja, even licht in de duisternis, ja. Ja, loop ik nog steeds lekker aan de telefoon. Ja. Sorry, ben ik er nog even bezig. Dan heb ik hier al de stamppot.
Waar dus ook een scheut melk in gaat. Jip. En dan pak ik nog even boter uit. Met de koelkorst gaat er ook nog in. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon open. Doe ik een lepel pakken. En een goede lepel zo in. En dan gaat gewoon weer een lepel ertussen uit. Zo. Die gaat gewoon weer terug in de koelkast. En dan gaan we gewoon weer stampen. Zo, en dan gaat deze er nog even lekker bij in. Ik heb trouwens deze spekjes. Die vind ik altijd lekker. Zo. Die ga ik even lekker doen. Ik ga het zo doen. Currypoeder. Zo, ook alweer erin. Het is lekker. Nog een beetje boter erbij. Nog meer. Hè? Nog meer. Ja, altijd. Oké. Okay. Kijk, even een goede klodder. Zo. Wat een lekker romig van. Ja, daar wordt het lekker romig van.
ik zal heel eventjes een andere pannetje erbij pakken. Zodat dat eventjes ook... lekker kan bakken. Is leuk. Wat? Ja, hey, daar waren we alweer. Ja. Ja, wij zijn er weer. Het is net 9:59. Nou, bijna. Bijna 12 uur. Bijna. Spookuur. Ah! Dan moet hij altijd weer lachen. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Gekke uurtje, toch? Ja, precies. Maar voordat deze oud intro heel lang gaat worden, is niet onze bedoeling. Nee, nee. Totaal niet. Morgen straks om 2:30 gaan wij naar... Buitenhof. Buitenhof? Ja. Binnenhof. Ja, want daar geen... Buitenhof naar Binnenhof. Ja, naar de precies. Tweede Kamer te gaan. Ja, en voor de debat. De, ja, voor, en voor de... Voor de post. Ja, maar voor de Kamerdebat. Kom maar heel weinig uit. Oké, okay. Geeft niet. En morgen hebben wij ook nog ziekenhuis. Ja, dat is. Dus eerst ziekenhuis en dan hebben we, heb ik nog Christa. Gezellig. Ja. Boeh, krijg druk. Leuk. Ja. Leuk druk. Hm? Leuk druk. Ja, precies. Maar wij willen jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Doe vooral de duimpje omhoog. Net zoals bij de hummeltjes, bento's en rijkjesbrand. Ik kom niet uit. En bij ons en bij mijn moeder. En vooral niet... Bij hem. Grapje. Nee. Nou, ja. Maar doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Laat een leuke reactie achter. Want dan krijg je die zeker terug. Als we even tijd hebben. Doe een belletje aan. Blijf op de hoogte. Precies. En dan zouden we zeggen. Tot morgen.